Wars van de waan van de dag trekt hij langs de kleine theaterzalen van Nederland. Een man met zijn gitaar. De houten broek is voor Jeroen van Merwe. Goedemiddag. Ik ben, om bij een willekeurig begin te beginnen, dames en heren, ik ben al sinds mijn geboorte in het bezit van een tweelingbroer. We zijn weliswaar een twee-eiige tweeling. We lijken in niets op elkaar. Ik denk niet dat er op deze heerlijke aarde veel broers rondlopen die zo verschillend zijn als wij. Ik zeg wel eens gekscherend dat wij met z'n tweeën een drie-eiige tweeling zijn. Maar dat doet aan het angstaanjagende feit niets af. Wij zijn allebei op hetzelfde moment verwekt en vrijwel op hetzelfde moment geboren. Het verschil bedroeg volgens de familieoverlevering 7 minuten. Mijn broer is de oudste. Hij heeft dus 7 minuten het Rijk alleen gehad. En in de illusie mogen verkeren dat alles in het leven alleen om hem draaide. Maar ik heb mijn hele leven niet beter geweten dan dat het niet alleen op de kinderwereld was. Vanaf mijn jongste jeugd lag ik in wiegjes en aan moederborsten en werd ik rondgesleept in karretjes en wagentjes en ging ik naar peuter- en lagere scholen, niet in mijn eentje, maar naast een broertje, later een broer. Al bij onze geboorte zagen mijn ouders, ik heb het onuitsprekelijke en vrij zeldzame geluk gehad, geweldige en zeer opmerkzame ouders te hebben gehad. Ik zou bijna zeggen, 1 applausje voor mijn ouders, als ze me daarmee niet volkomen belachelijk zou maken. Al bij onze geboorte zagen mijn ouders hoe verschillend wij waren. De een nieuwsgierig, levendig en naar buiten gericht, de ander schuchter, schichtig en schuw. Geen van beiden hebben mijn broer en ik voor deze eigenschappen gekozen. Net zo min als we ervoor hebben gekozen dat de een later over een schier eindeloos uitdijende bos 4 krullend haar en een oersterk gebit beschikte. En de ander werd opgescheept, of moeten we zeggen afgescheept, met een groezelig tapijtje witachtig touw en zieke, zwakke en misselijke tandjes en kiesjes. De verschillen zijn in onze latere levens eerder toe dan afgenomen. Zo geef ik zelf bijvoorbeeld niets om spullen. Ik draag geen horloges, heb geen iPads, beschik pas sinds kort over een zeer simpele mobiele telefoon waarvan ik het nummer steeds vergeet. Ik heb nooit ingewikkelde stereotorens gehad, ik heb geen auto, geen rijbewijs, helemaal niets. Dat is verder niet een bewuste keuze van mij. Ik heb geen hekel aan al die spullen. Ik kijk ook niet neer op mensen die er wel van genieten. Het zegt mij gewoon niets. Op dezelfde manier als ik houd van Holland. Wildwaterkanoën en het Kamerlidmaatschap van de PVV mij niets zeggen. Ik kan niet anders dan hier in het openbaar bekennen dat ik nog nooit van mijn leven ook maar de geringste bijdrage heb geleverd aan de opbouw, dan wel het herstel van de wereldeconomie. Hoe belangrijk, dames en heren, en vormend het hebben van een tweelingbroer in mijn leventje ook is geweest. Hij kon alles eer dan ik, heeft me leren lopen en praten en hij is op allerlei manieren van zeer grote positieve en natuurlijk af en toe ook negatieve invloed geweest. Ik heb zelf niet voor een tweelingbroer gekozen. En andersom al helemaal niet. Hij was er eenvoudig, net zoals het weer er was en mijn ouders er waren, die ik evenmin zelf heb uitgekozen, net zo min als mijn ouders mij overigens hebben uitgekozen. Ik denk dat als mijn ouders hadden mogen kiezen uit meerdere kinderen, ze in plaats van mij een ander, beter gelukt kind hadden gekozen. Laat ik daar heel eerlijk over zijn. Ik heb over de liefde en aandacht van mijn ouders niets te klagen gehad. Integendeel. Ze hebben mij, net zoals zoveel ouders dat gek genoeg doen met hun kinderen, die toch meestal aanwijsbaar niet voldoen aan de criteria die in alle redelijkheid en objectiviteit aan kinderen gesteld mogen worden. Het verbaast me altijd dat die ouders tussen de middag hun eigen kind mee naar huis nemen. Terwijl er toch veel leukere en mooiere en betere rondlopen.
Mijn ouders hebben mij altijd het idee gegeven dat ze heel erg blij met me waren en dat ze mij voor geen ander zouden willen ruilen. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze met mij nou niet bepaald de hoofdprijs uit de kinderloterij hebben binnengehaald. Daar kan ik zelf verder ook niet zo heel veel aan doen. Ik ben net zoals de Romeinse keizers Caligula en Nero, behept met een, laten we zeggen, niet overdreven innemend en onbaatzuchtig karakter. Anders gezegd, mijn eerste gedachte 's ochtends bij het opstaan betreffen nou niet bepaald in eerste instantie mijn gehandicapte medemens of de honger in Afrika. Laat ik het nog preciezer uitdrukken. Er ligt een klein schemerig gebiedje tussen moeder Teresa en de vroegere, latere en huidige Jeroen van Merwijk. Als ik zelf en mijn ouders hadden mogen kiezen, was ik een gemakkelijker en uiterlijk zowel als innerlijk stukken aantrekkelijker kindje geworden dan ik. Maar ik herhaal het nog maar eens. Wij hebben het in het leven op de belangrijkste punten niet voor het uitzoeken. Voor mijn ouders kwam de geboorte van een tweeling dan ook als een volslagen verrassing. Een weliswaar grotendeels plezierige, maar toch ook wel degelijk gedeeltelijk onaangename verrassing, omdat van het uiterst karige 50e jaren onderwijzersloontje van mijn vader, mijn broer en ik zijn van 1955, nu plotseling van alles twee moest worden aangeschaft. Ik denk dat als mijn ouders de keuze hadden gehad tussen één of twee zoontjes, ze voor het eerste hadden gekozen. Het zou mij zelfs niet verbaasd hebben als dat zoontje dan een dochtertje was geweest. Maar de dingen gaan zoals ze gaan. Ze liggen al lang besloten in de schoot van de geschiedenis. We kunnen er verder niet veel aan doen. Mij rest niets anders dan u een prettig leven toe te wensen met zo weinig mogelijk spulletjes en met zoveel mogelijk rust aan uw kop. Ik dank u.